Goed, hartelijk welkom allemaal. Ik weet niet of er over dit thema heel veel uiteen te zetten valt. Want ja, ik denk bijvoorbeeld dat we een jaar getuige zijn van de manier waarop de hele wereld eigenlijk op de COVID-pandemie reageert. Sorry, toen ik zei of er veel uiteen te zetten valt. Ja, Thijs zal daar ongetwijfeld heel interessante zaken over zeggen. Dat bedoel ik niet, maar als inleiding bedoel ik natuurlijk. Maar goed, ik dacht, we zien overal die grote vrijheidsbeperkingen, vaak tegen de grondrechten in. Het protest daartegen is eigenlijk vanzelfsprekend, zou ik zeggen, maar dat komt natuurlijk nu vanuit alle soorten hoeken. Die maatregelen zijn inderdaad ongrondwettelijk, bij ons helemaal niet wettelijk, want tot nu toe waren het alleen ministeriële decreten. En die pandemiewet die de regering nu in de maak heeft, ligt fel onder vuur, want ook die belooft niet veel goeds, maar bon. Dus het protest komt bijvoorbeeld van het buikgevoel van het volk, maar het komt evengoed van heel juridisch onderbouwde aanklachten. En ik denk zo dat dat toch voor de meerderheid van de bevolking, die eigenlijk in het algemeen toch de overheidsmaatregelen bij ons verkiest te volgen, toch heel verwarrend is om zich daar een mening te kunnen over vormen. Wij denken eerlijk gezegd dat alleen ware democratie eigenlijk kan beslissen. Dus objectief geïnformeerde burgers zouden moeten een pandemiewet kunnen stemmen of er een bevestigen of hem corrigeren eventueel. Maar helaas hebben we die democratie niet. En ja, mensen voelen dus dat allerlei dingen niet kloppen, maar ze zijn wel overgeleverd aan het beleid. En ja, ik denk dat in zo'n situatie vergelijken wel interessant is, bijvoorbeeld met het buitenland. En daar is dan een onderzoeksproject van de Rijksuniversiteit Groningen interessant voor, dus Exceptius, waar Thijs bij betrokken is. Dat brengt dus de hele noodwetbesluitvorming in kaart van verschillende Europese landen en traceert dus de effecten ervan op de rechtsstaten. En wat blijkbaar ook heel interessant is, wat Thijs beschreef, dat is dus dat er een onderdeel in is dat specifiek België, Nederland en Frankrijk vergelijkt wat betreft hun inspanningen om de negatieve werking van de maatregelen op de democratie en het maatschappelijke leven te bekijken. Namelijk in hoeverre spannen die landen zich in om die negatieve werkingen te beperken? Of spannen ze zich niet in? Dus dat kan bijzonder verhelderend zijn. Zo, ik denk dat we in goed gezelschap zijn. Thijs is dus een jonge politicoloog, maar ook historicus. Hij is dus ook bij de sleutelpartij in Leiden, waarvan we al Maarten Kersten te gast hadden. En ja, ik zei, hij is historicus. Ik denk dat het steeds goed is om bij de observatie van het heden een, zeg maar, historisch achteruitkijkspiegel bij de hand te hebben. Oké, Maarten, ik geef u heel graag het woord. En we luisteren met spanning naar wat het Exceptius project ons leren kan. Dankjewel, Guido. Ik zal even mijn PowerPoint erbij halen. Ja, dankjewel. Guido gaf inderdaad al een hele goede inleiding van het onderwerp. Er is eigenlijk niets een beetje zo ingrijpend geweest op onze samenleving, op onze democratie, op onze manier van leven als de coronacrisis waar we nu mee te kampen hebben. Een gevleugelde uitspraak is natuurlijk, ik heb niets met de politiek, maar de politiek heeft alles met mij. En ik denk dat dat nog nooit zo duidelijk is geweest als op dit moment. Eigenlijk is dat bij iedereen natuurlijk bekend. In januari is de verspreiding van het coronavirus begonnen. En dat heeft ongeveer eind februari Nederland en België bereikt. De gevolgen daar lopen we allemaal tegenaan. Ondernemers die zien dat hun zaak gesloten wordt. Zelfs de mate in hoeverre we bezoekers mogen verwelkomen, komen bij ons thuis, wordt nu beperkt door de overheid. De manier hoe onze politiek op dit moment ingericht is, wordt voor een groot deel natuurlijk beïnvloed
door het coronavirus. Dus dat is allemaal reden genoeg om nou eens inderdaad onderzoek uit te voeren naar de coronavirus en in het bijzonder de noodbesluitvorming die tijdens de crisis plaatsvindt. Want er is natuurlijk heel veel onderzoek al verricht en ook heel veel duidingen in de media op het vlak van hoe het medisch zit met het coronavirus of de effecten van op de economie. Maar wat de effecten zijn op onze burgerlijke vrijheden en democratie, daar is eigenlijk toch wel beperkter aandacht voor. In ieder geval in de wetenschap. Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen is daarom een onderzoeksproject naar dit onderwerp gestart. Daarbij zijn ook een aantal universiteiten uit andere landen betrokken. In totaal gaat het om 18 universiteiten. En zoals ik al zei, richt dit zich vooral op de noodbesluitvorming die genomen heeft. De doelstelling zou je eigenlijk drievoudig kunnen samenvatten. Ten eerste richt het project zich op het in kaart brengen van de noodmaatregelen die zijn genomen in 15 Europese landen. En zoals Guido ook al kort aangaf in zijn inleiding, ook naar de democratische compensators die zijn genomen. Dus maatregelen om de negatieve impact te corrigeren en te compenseren. Als tweede onderzoekt dit onderzoeksproject wat de impact van de noodmaatregelen is op onze democratie, de politieke legitimiteit, ook of verschillende aanpakken verschillende effecten hebben op de naleving van maatregelen en ook op de beheersing van het virus of een bepaalde aanpak nou ertoe leidt dat het aantal infecties minder is dan een andere aanpak. Op dit moment ligt de aandacht van het onderzoek echter wel op die eerste twee aspecten, de democratie en de politieke legitimiteit. En de derde doelstelling van het project is om te verklaren waarom landen nou voor een verschillende aanpak hebben gekozen. Het onderzoek loopt nog. Dus de data zijn nog vrij pril. We hebben op dit moment de noodmaatregelen tijdens de eerste golf van de coronacrisis in kaart gebracht. Dus dan spreken we over de periode februari tot en met juni. Op dit moment loopt het onderzoek naar de maanden daarna loopt nog. Dus daar kan ik helaas nog niet veel over zeggen. Maar ik kom graag ook nog een keertje terug om ook de tweede golf mee te nemen. En ik zal jullie nu eerst even meenemen in wat het aantal maatregelen zijn in drie van de landen die wij onderzoeken. Namelijk Nederland, België en Frankrijk. Want daarbij op dit moment hebben wij onlangs de laatste hand gelegd op een wetenschappelijk artikel. Wat gepubliceerd zal worden in Politics in the Low Countries. En daarbij hebben we dus deze drie landen, Frankrijk, België en Nederland, met elkaar vergeleken. Om te beginnen met het aantal maatregelen is heel duidelijk dat bijvoorbeeld een land als Frankrijk er veel meer voor heeft gekozen om echt wettelijk bindende maatregelen in te voeren. We hebben daarvan 33 gevonden in Frankrijk. Terwijl bijvoorbeeld een land als Nederland dat toch in veel beperktere mate is. Het gaat daar slechts om 18 bindende maatregelen. En België neemt daarin dan weer een tussenpositie in. Vervolgens kunnen we de maatregelen die genomen zijn, kunnen dan specificeren op een aantal vlakken. Ik maak daarbij het onderscheid van op 8 terreinen. Op het eerste plaats voor wat betreft de publieke instituties. Dan gaat het er bijvoorbeeld om of de rechterlijke macht gewoon blijft functioneren en of bijvoorbeeld de gemeenteraad nog steeds besluiten kan nemen, of dat bijvoorbeeld wordt ingeperkt. Op de tweede plaats zou je de lichamelijke integriteit kunnen nemen. Dan gaat het bijvoorbeeld om of er bijvoorbeeld een verplichte quarantaineplicht is. Dat is bijvoorbeeld het geval geweest in België en in Frankrijk. En interessant op dit terrein is dat Nederland nul bindende maatregelen op dit vlak heeft genomen in de eerste golf. Sindsdien zijn er wel veel dingen veranderd, terwijl Frankrijk en België dus dat wel hebben gedaan. Op de derde plaats
Zijn er maatregelen op het vlak van bijvoorbeeld het inperken van wat mensen in hun vrije tijd kunnen doen, maar ook in hun privéleven? Zoals bijvoorbeeld het aantal mensen dat zij mogen ontvangen thuis. Ook op dat vlak scoren België en Frankrijk een stuk negatiever dan Nederland. Dan de bewegingsvrijheid. Zo te zien is het daar wel iets verkeerd gegaan in de grafiek, want dat lag in alle drie de landen ongeveer gelijk. Ook in België was dat slechts 6 keer. Ja, dus op dat vlak lijken de landen wel vrij veel op elkaar. Dan natuurlijk de economie en recreatie. Op dat vlak liggen de landen ook wel vrij dicht bij elkaar. In eigenlijk alle landen zijn bijvoorbeeld non-essentiële winkels zijn tijdens de eerste golf gesloten. Dat geldt ook voor het onderwijs. Maar bij privacy krijgen we dan toch weer een interessant verschil te zien. Frankrijk en België die hebben wel maatregelen genomen op het vlak van het inperken van de privacy. Zoals bijvoorbeeld door bijvoorbeeld het invoeren van een app die bijvoorbeeld privégegevens, de beweging van mensen in kaart brengt. Terwijl dat in Nederland, hoewel er wel lang over gesproken is, niet is gebeurd tijdens de eerste golf. En dan op het laatste terrein, en dan zien we wederom een interessant contrast, asiel en diplomatie. Nederland heeft een aantal maatregelen genomen die bijvoorbeeld het recht op asiel beperken, maar ook de mate waarin mensen een visum kunnen aanvragen. Wat natuurlijk ook de bewegingsvrijheid inperkt, terwijl dat niet het geval was in Frankrijk en in België dat slechts op één vlak was, en bijvoorbeeld niet op het vlak van asiel. Ja, en dan we hebben al een aantal van die opvallende verschillen doorgenomen. En wat je dan alvast als tussenconclusie kan trekken is dat Nederland relatief weinig verboden hanteert, maar tegelijkertijd wel veel niet bindende geboden heeft. Vanuit de overheid zijn er wel allerlei voorschriften ingevoerd dat mensen 1,5 meter afstand moeten houden, zoveel mogelijk thuis moeten werken. Dat mensen eigenlijk in quarantaine zouden moeten gaan als ze contact hebben gehad met iemand die het infectieverschijnselen heeft. Maar al deze zaken die zijn dus niet wettelijk verplicht. Dus als je je niet eraan houdt, dan kon de overheid je tijdens de eerste golf je niet toe dwingen of je ertoe bestraffen. En dat is toch anders dan op dat moment in België en in Frankrijk, waar dus wel een stuk ingrijpender werd ingegrepen. Dan ook nog een contrast wat we niet terugzagen in de grafieken, maar wat er wel degelijk is, is dat in het bijzonder in Frankrijk en in Nederland er door de coronacrisis heel veel macht kwam te liggen bij de regering. In Frankrijk zijn eigenlijk alle maatregelen zijn door middel van nooddecreten ingevoerd, terwijl in Nederland eigenlijk alle maatregelen besloten werden door middel van aanwijzingen die de regering gaf aan de veiligheidsregio's, die niet verankerd zijn in een democratisch gekozen volksvertegenwoordiging. In België, zoals Guido ook aangaf, zie je ook weliswaar dat er heel veel maatregelen door de regering zijn genomen. Maar is dat toch minder dan in die twee andere landen? En dan wil ik toch nog een keer een belangrijke disclaimer maken. Deze maatregelen en deze grafieken, die hebben betrekking dus op de eerste golf. Terwijl de zaken toch anders lopen in de tweede golf. Maar omdat de dataverzameling daar nog van bezig is, kunnen we daar nog geen harde uitspraken over doen. En wat Guido ook al in zijn inleiding gaf en waar dit artikel zich ook in het bijzonder ook op focust, is het interessante verschijnsel dat overheden niet alleen maar maatregelen hebben genomen die de burgerlijke vrijheden en democratie inperken, maar ook een aantal maatregelen die juist beogen om die negatieve impact te corrigeren en te compenseren. En dan kunnen we eigenlijk een onderscheid van 3 soorten maken. Op de eerste plaats wat wij embedded compensators noemen. Dat zijn maatregelen die verankerd zijn in de grondwet of in de decreten of wetten waarmee de noodmaatregelen worden ingevoerd. Bijvoorbeeld
dat de noodmaatregel slechts voor een bepaald aantal dagen geldt. Ten tweede hebben we ad hoc compensators. Dat zijn compensators die tussentijds worden ingevoerd door de overheden. En daar zal ik straks een aantal voorbeelden van noemen. En tenslotte is er ook nog informele compensators. En dat zijn acties van overheden, maar dat kunnen ook, kan bijvoorbeeld ook de lokale overheid zijn of de oppositie, die ervoor zorgen dat mensen of volksvertegenwoorders ofwel meer inspraak krijgen in de besluiten die worden genomen, dan wel dat er meer transparantie over die besluiten komen. En dan een aantal voorbeelden van de ad hoc compensators. Je hebt dan bijvoorbeeld, zoals bijvoorbeeld in Nederland, maar ook in de andere landen, dat bijvoorbeeld volksvertegenwoordigingen het recht krijgen om hun vergaderingen en besluitvormingen digitaal te voeren. Zodat het toch mogelijk blijft om besluiten te nemen door de volksvertegenwoordiging. En dat is democratisch gezien natuurlijk wel, toch wel belangrijk, want anders zou je de situatie krijgen dat de uitvoerende macht nog meer dan het geval is, dat daarbij de macht geconcentreerd zou worden zonder controle. Een tweede voorbeeld is dat volksvertegenwoordigingen bijvoorbeeld instemmingsrecht hebben gekregen bij de invoering van maatregelen. En een nog democratischere variant zou kunnen zijn, en dat is bijvoorbeeld in Zwitserland het geval, dat bijvoorbeeld de maatregelen alleen met instemming door middel van een referendum zouden kunnen worden behouden kunnen worden of kunnen worden ingevoerd. Maar dat is helaas iets wat alleen in Zwitserland het geval is en niet in de Lage Landen of in Frankrijk. Noemde net ook al als derde voorbeeld het tijdslimieten bij noodbesluitvorming. Maar je hebt bijvoorbeeld ook het uitstel van deadlines in juridische procedures, zodat het recht op op een eerlijk proces toch wel behouden blijft. Ik noemde net al de digitale vergaderingen van gemeenteraden, maar in een democratie zijn er natuurlijk niet alleen de formele instituties die van belang zijn, maar eveneens natuurlijk een goed ontwikkeld verenigingsleven. En bij zo'n goed ontwikkeld verenigingsleven horen uiteraard ook de algemene ledenvergaderingen, zodat de leden inspraak kunnen hebben. En dat staat natuurlijk zeer onder druk door de noodmaatregelen, maar ook door het coronavirus in algemene zin. Het is daardoor natuurlijk eigenlijk gewoon, ook vanwege het infectiegehalte, onmogelijk om met grote groepen bij elkaar te komen. En daardoor, wat we zien, is dat een aantal overheden daar bijvoorbeeld het recht hebben gecreëerd om vergaderingen digitaal te houden. Maar ook om ook soms verplichtingen hebben opgelegd aan verenigingen om de informatiepositie van leden te vergroten. Of de mogelijkheid van leden om voor een algemene ledenvergadering al hun stem uit te brengen. Daarnaast, dat is natuurlijk zeker nu in Nederland heel belangrijk, is dat er een aantal maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat de verkiezingen gewoon ook tijdens de coronacrisis door kunnen gaan. In Nederland is bijvoorbeeld, zijn bijvoorbeeld de verkiezingen uitgesmeerd over 3 dagen, zoals we net ook al even bespraken voordat het officiële gedeelte begon. En is ook de mogelijkheid ingevoerd om per brief te stemmen. Er zijn uitgebreide mogelijkheden om per volmacht te stemmen. En tenslotte ook een voorbeeld uit de lokale praktijk. Wat bijvoorbeeld ook het geval is in mijn woonplaats Leiden, waar zowel ikzelf als Maarten Kersten politiek actief zijn, is dat burgerparticipatie veel meer dan hiervoor ook digitaal plaatsvindt. Zodat op die manier toch burgers betrokken kunnen worden. En daar heeft Maarten Kersten volgens mij al een keer eerder aandacht aan besteed, er heel veel af te dingen is op de mate waarin participatie verloopt in Leiden en in het algemeen in veel gemeentes. Maar goed, dat staat natuurlijk los van de coronacrisis, dat laatste. En net zoals bij de noodmaatregelen hebben we ook grafieken gemaakt en overzichten van het aantal compensators. En dan blijkt dat België en Nederland het meest positief scoren op dit vlak. En Frankrijk op dat vlak juist achterblijft. En eveneens kan je ook dit natuurlijk weer verder specificeren op een aantal
terreinen. Zij dat op dit vlak de landen toch wat dichter bij elkaar liggen. Opvallend is wel dat Nederland toch meer maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de besluitvorming in volksvertegenwoordigingen gecontinueerd kan worden ten opzichte van Frankrijk en België. En dat geldt eveneens ook tussen Frankrijk en Nederland op het vlak van het verenigingsleven. Verder liggen de landen wel vrij dicht bij elkaar. Ook als je bijvoorbeeld kijkt op het vlak waarin er steunpakketten, economische steunpakketten zijn geweest om ondernemers te steunen. Eveneens hebben we gekeken naar de timing van het is 20 uur. Eveneens hebben we gekeken naar de timing van de maatregelen. En dan zien we dat België bijvoorbeeld al eerder is begonnen met compensators in te voeren, terwijl in Nederland de compensators eigenlijk grotendeels iets later zijn ingevoerd, namelijk in medio april. En dan is een interessante tussenconclusie dat Nederland een beperkt aantal noodmaatregelen heeft ingevoerd, maar wel veel compensators. België op beide vlakken dus zowel veel noodmaatregelen heeft als veel compensators. En dat Frankrijk heel veel en ook zeer strenge maatregelen heeft ingevoerd zonder democratische compensators, althans met een beperkt aantal compensators. Dus dat wijst erop dat in Frankrijk er meer belang werd gehecht aan het bestrijden van het coronavirus dan aan het garanderen van individuele vrijheden. Ik zal deze even overslaan, gezien ik net hoorde dat we al snel door de tijd heen gaan. In ons artikel kijken we ook naar een aantal mogelijke verklaringen voor deze variatie. Daarbij hebben we drie hypotheses. De eerste is dat de aanwezigheid van tegenmachten bevordert dat er compensators worden genomen. De tweede is dat de ideologie van regeringspartijen hierin een rol speelt. Namelijk dat als politieke partijen die op dat moment in de regering zitten voorstanders zijn van individuele vrijheden en positief staan tegen democratie, dat ze dan ook meer aandacht hebben voor het invoeren van democratische compensators. En de derde is dat regeringen democratische compensators eigenlijk gebruiken om te garanderen dat de, of om te voorkomen dat de, dat het politiek vertrouwen afkalft. En dan zal ik deze verklaring ook alle drie even bespreken. Allereerst tegenmachten. Als je de politieke instituties van Nederland, België en Frankrijk met elkaar vergelijkt, dan blijkt er heel snel dat Frankrijk een land is dat erg centralistisch georganiseerd is. Met veel macht bij de, meer dan de andere landen, bij de regeringen, waarin de cultuur ook veel meer centralistisch is. Terwijl bijvoorbeeld in Nederland je bijvoorbeeld ziet dat de regering een minderheidskabinet is, daardoor sowieso steun nodig heeft van oppositiepartijen om wetten door te voeren. Dat de regering ook met het grote probleem zit dat met name in de Eerste Kamer de oppositie een stuk groter is en daarmee een veto heeft. En ook dat de cultuur gewoon veel meer op consensus gericht is. En wat daarbij ook interessant is, is dat in Nederland veel van de uitvoering van de noodmaatregelen ligt bij de veiligheidsregio's. Dat is een bestuursniveau dat uniek is voor Nederland en dat het eigenlijk crisissen coördineert. En waarbij al snel opvalt dat de voorzitters van de veiligheidsregio's eigenlijk verspreid zijn over zowel de coalitie als over de oppositie, waardoor de regering ook eigenlijk noodgedwongen is om oppositie daarin te betrekken. In België, dat heeft dan eigenlijk wederom een middenpositie. België is natuurlijk een federatie, waardoor je dus veel macht hebt dat bij de deelstaten ligt. Dat net als Nederland ook meer gericht is op consensus, waarbij kabinet eveneens een minderheidskabinet is. Dus op basis van die eerste hypothese zou je dan verwachten dat, zoals we in de praktijk ook zien, dat Nederland en België meer compensators zouden nemen.
terwijl Frankrijk dat minder zou doen. Onze tweede hypothese was de ideologie van regeringspartijen. En dat hebben we bekeken en met elkaar vergeleken door te kijken wat de scores zijn van de regeringspartijen op het vlak van persoonlijke vrijheid, op het vlak van mensenrechten, op het vlak van democratie. Of men positief staat of negatief ten opzichte van autoriteit, op het vlak van law and order. En of men positief is over defensie. En daarbij is onze aanname dat als partijen positief scoren op die eerste drie criteria, dat ze eerder geneigd zullen zijn om compensators in te voeren. En op die laatste drie criteria dat ze daartoe minder geneigd zijn. En de data hiervan komt van het Manifesto Project. En dat is een internationaal onderzoeksproject dat partijen over de hele wereld scoort op allerhande politieke vlakken aan de hand van hun partijprogramma's. En hier kan je dus de scores zien van de partijen. Dan valt op dat met name de Belgische regeringspartijen positief scoren op het vlak van vrijheden. En over het algemeen negatiever op het vlak van bijvoorbeeld de verhouding tot autoriteit en law and order. En dat Frankrijk juist negatief scoort op het vlak van vrijheden. Dan bijvoorbeeld relatief positief op het vlak van law and order. Terwijl in Nederland, en dat is erg interessant, de regeringspartijen erg van elkaar verschillen. Waarbij bijvoorbeeld de sociaal-liberale regeringspartij D66 heel veel aandacht heeft in haar verkiezingsprogramma voor individuele vrijheden. Terwijl dat bij de VVD juist het tegenovergestelde is. Dat is juist een partij die bijvoorbeeld juist erg scoort op het vlak van law and order. En in algemene zin kunnen we op basis van die partijscores niet echt de conclusie trekken dat politieke ideologie een rol speelt in de mate waarin politieke besluiten worden genomen. En dan was onze laatste hypothese was op het vlak van politiek vertrouwen. Dat als het politiek vertrouwen afneemt, dat overheden dan meer compensators zouden gaan invoeren. En daarvoor heb ik een aantal grafieken die ik met jullie wil delen. Op de eerste plaats het vlak van de steun voor de regering. We zien dat Nederland op dit vlak verreweg het meest positief zou scoren. Volgens de Eurobarometer zou 70% van de bevolking de regering steunen. Daarbij moet wel aangetekend worden dat de scores in de Eurobarometer wel in het geval van Nederland een stuk positiever zijn dan in andere peilingen. Maar op dit vlak scoren België en Frankrijk juist negatiever. Dan heeft de Eurobarometer ook gekeken naar de tevredenheid van burgers over de noodmaatregelen. En op dit vlak scoort wederom Nederland juist positief in de zin van dat veel burgers positief zouden zijn over de noodmaatregelen. Terwijl België en Frankrijk veel meer gepolariseerd zouden zijn. En dan is het interessant, werkt dat dan ook door in of er daadwerkelijk compensators zijn ingevoerd? Want dat zou dat de hypothese zou namelijk ertoe leiden dat met name in Nederland weinig compensators zouden worden ingevoerd. En in de andere twee landen veel. En dan zien we wederom dat deze hypothese eigenlijk geen goede verklaring daarvoor is. Want juist in Nederland zijn heel veel compensators ingevoerd. En in Frankrijk juist heel, heel weinig. Dus al met al lijkt met name de hypothese op het vlak van tegenmachten, dat als er instituties zijn die een tegenmacht vormen tegen de regering, of dat nou in de vorm is van een hoger huis of in de vorm van lokale overheden, dat dat de beste verklaring is waarom er wel of geen democratische compensators worden gevoerd. Wat ik ook nog met jullie wilde delen is dat heel interessant is, en dat zie je vaker terug in een crisis, dat je een rally around the flag effect hebt. Dat als er een crisis is, dat mensen massaal achter de overheid gaan staan. En uit de peiling van INO Research blijkt dat dat ook, dit gaat trouwens alleen over Nederland, dat dat ook het geval zou zijn in het vlak van de coronacrisis. Maar wat je dan ook tegelijkertijd
ziet bij zo'n rally around the flag effect, is dat op een gegeven moment die steun voor de regering en tevredenheid met het kabinet, dat dat op een duur inzakt. En zeker in Nederland zien we dat de laatste tijd wel terug. Niet alleen in deze peiling, maar ook natuurlijk in de protesten die veel in het nieuws zijn geweest in Nederland de afgelopen week. En dan afsluitend, we hebben nu alleen gekeken naar de eerste golf. Toch zijn er wel een aantal zaken die wel, waarvan we wel een inschatting kunnen maken voor wat betreft de periode daarna. Namelijk dat de landen meer naar elkaar toe lijken te groeien. Met name Nederland is in de afgelopen maanden veel strenger geworden. Waar bijvoorbeeld Nederland in de eerste golf geen avondklok had, hebben we die inmiddels wel, wat tot grote protesten heeft geleid. We hebben inmiddels, in Nederland is er ook een algemene quarantaineplicht ingevoerd, wat in het verleden slechts een advies was. De mate waarin mensen bezoek mogen ontvangen is sterk ingeperkt in Nederland. En we zien ook dat er veel meer polarisatie en verharding is over de maatregelen. En dat zal waarschijnlijk ook een rol spelen in de verkiezingen die we op dit moment in Nederland hebben en de uitslag die daar uit zal volgen. En ik hoop jullie hiermee toch een aantal interessante bevindingen uit ons project te hebben gedeeld. Ja, dank u wel, Thijs. Goed. Maar dus het gaat dus wel degelijk voornamelijk over bevindingen die dus de eerste golf kenmerken. Of die dus zich op de eerste golf enten. Ja, het gaat inderdaad om de eerste golf, de ja, data. Ja. Ja. Ja, ik denk dat er nog heel andere dingen uit de bus zullen komen. Ja, voor de tweede en derde golf zeker, ja. Dat ja, is ook mijn ja, inschatting. Ja. Oké. Ik lees bij Henk. De tellingen in het aantal maatregelen in de PowerPoint van de Lowlands stemmen niet overeen met de gesommeerde getallen in het eerdere sheet tussen Nederland, België en Frankrijk. Oh ja, afgezien van die fout in België, 9 is gelijk aan 6. Kan je dat even toelichten, Henk? Ja, ik vind dat vervelend, maar ik zit gewoon te tellen van, heeft Nederland er nou 18? En die waren er toch meer. En bij dat tweede sheet daarna. En dat zag ik dan bij die andere ook. Dus toen ging ik dat sommeren. Toen denk ik, maar die sommetjes kloppen niet. Hoe zit dat? Heeft dat tweede sheet niets te maken met dat sheet ervoor? Dat zou ik even moeten nakijken. Kan de sheet er ook misschien even bij halen? Dan kunnen we er naar kijken. Ja, het is gewoon een vervelende vraag, vind ik hoor. Ja, ik zou er niet direct antwoord kunnen opgeven. Maar uiteraard, wat wij in ons artikel rapporteren, is natuurlijk dubbel gecheckt. Maar ik heb dat pas daarna in grafiekvorm zeg maar gegoten. Dus het zou kunnen dat er een foutje is ingeslopen. Maar dat zou ik dan even moeten controleren. Ik kan er eventueel ook nog later op terugkomen. Ja, dat eerste sheet, dat geeft je een beeld. Hè? Nederland lager, Frankrijk hoger, België ertussenin. Maar als je dan dat tweede sheet, die sommetje stelt, dan komt die op die getallen uit. Ja, dan ben ik een beetje in verwarring over het eerste sheet. Dat is het vervelende resultaat, zullen we zeggen, bij mijn ervaring van je goed beluisteren. Dat zal zich wel opklaren, denk ik. Zijn er nog vragen? Ja, het zijn natuurlijk allemaal droge gegevens. Uit de aard van de zaak, hè, maar die dus misschien moeilijker zijn om daar onmiddellijk veel op of tegen in te brengen. Zeker niet, ja, dat kunnen we niet in. Dat maakt het misschien iets moeilijker. Nu, ik vind dat België daar zelf vind ik dus dat België er wel beter uitkomt dan ik het ervaren heb. Ik weet niet hoe de andere luisteraars dat inschatten. Ja. Maar wij denken natuurlijk vooral aan het verloop verder, hè? Dus dit is maar een fase van het onderzoek natuurlijk. En zijn de eerste golf. Ja. Dat is natuurlijk altijd het lastige met wetenschap. Dat is vaak natuurlijk een snapshot van een periode die natuurlijk al iets verder terug ligt. Tuurlijk. Ik moet zeggen, ik had trouwens dezelfde ervaring ook toen ik dit onderzoek uitvoerde. Nou, mijn gevoel was, althans mijn gevoel en maar ook mijn inschatting, was ook dat Nederland ook juist een heel toch streng beleid voerde. Oh, ja. Terwijl dat op basis van de tellingen die wij hebben gevoerd, dat toch veel beperkter is. Maar dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat bijvoorbeeld het advies van bijvoorbeeld die 1,5 meter
of het feit dat je bijvoorbeeld thuis moet werken. Het is inderdaad formeel een advies, maar het voelt toch wel echt, ook destijds, alsof het inderdaad wel een wettelijk opgelegd was. Mm-hmm. Ja. Mij valt het toch op dat in Nederland veel scherper gereageerd is dan in België. zeker de laatste, ja, god. Zeker de laatste maanden, ja. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. En ik vind dat we hier heel volgzaam waren. Ik wil daar nu ook niet direct een oordeel aan vastplakken, maar toch, ja, het valt me wel op. Ja, en dat terwijl bij Nederlanders toch ook vaak wel als een vrij volgzaam volk bekend staan. Niet als een volk dat veel demonstreert of in opstand komt. Ja, dat is waar. Ja. En toch, ja. Ja, maar het beeld is toch wel dat Nederlanders veel mondiger zijn. En als je het dan zo vergelijkt van de democratische waarden, zal ik dan maar zeggen, dan doet Nederland het toch beduidend beter. Wat ik me daarin wel afvraag is waarom dat het eigenlijk alsmaar restrictiever wordt. Mm-hmm. Ja, dat is inderdaad ook een hele interessante en ook zorgwekkende ontwikkeling. Ja. We hadden natuurlijk allemaal gehoopt dat het inderdaad maar tijdelijk zou zijn, de maatregelen. Maar het begint natuurlijk ook allemaal wel een stuk duurzamer te worden. Zeker in Nederland wordt het ook alleen maar strenger en ingrijpender. Ja. Kan je niet zeggen dat het restrictieve komt door de onmacht van de macht? Ja, ik denk dat er inderdaad veel voor te zeggen is. Ik denk dat daar ook een belangrijk contrast in zit, bijvoorbeeld in Nederland, tussen de eerste en de tweede golf. In de eerste golf hield iedereen in Nederland zich eigenlijk wel aan de maatregelen, ondanks dat het niet wettelijk verplicht was. Maar gaandeweg, misschien in zekere zin is de situatie zich ook wel gaan normaliseren. En zijn mensen ook toch wel veel meer toch wel meer weer het contact gaan zoeken. Waardoor dus het aantal infecties wel zal toenemen. En de overheid die probeert, ik denk dat je dat goed zegt, vanuit onmacht dan maar inderdaad aan de knop van het aantal noodmaatregelen te draaien. Maar als mensen zich niet houden aan die noodmaatregelen, of naar mazen in de wet zoeken, dan heeft het natuurlijk weinig zin om noodmaatregelen in te voeren. Zij dat het natuurlijk dan wel tot een verdere beperking van onze vrijheden leidt. Bernard, hallo Bernard, schrijft dus dat Nederland toch wel veel meer alternatieve mediakanalen heeft. En Nadia ontkent dat. Ik vind dat lastig om te beoordelen. Inderdaad, we hebben in Nederland wel een redelijk aantal alternatieve media, met name op het internet, zoals Geen Stijl, de dagelijkse standaard, de post online. Dat zijn ook inderdaad allemaal kanalen die een stuk kritischer commentaar hebben op de maatregelen en de aanpak van de overheid dan de meer klassieke media. Maar ik zou niet kunnen zeggen hoe dat zich verhoudt ten opzichte van België of tot Frankrijk. Ja, ik ook niet. Misschien kan Bernard of Nadia zijn of haar standpunt verdedigen, ik weet het niet. Ja, ik wil wel even reageren. Dus de kanalen die Thijs ook noemt, die ken ik niet. Maar de alternatieve kanalen die ik ken in België ken ik er niet veel. Want dan kan Nadia mij misschien even helpen. Maar in Nederland heb je een oorlog reeds verloren met Sven Hulleman. De Blauwe Tijger. Dat zijn ze allemaal van die kanalen waar dat ze veel heviger in opstand komen dan de weinige kanalen die ik ken in België, zoals bijvoorbeeld Zwijgen is geen optie. Ja, ik noem nu maar een paar voorbeelden. Hè. Dus ik weet niet, Thijs, of de alternatieve kanalen, ik ken ze niet, die dat jij opnoemt, of dat dat echt kanalen zijn waar dat ze
echt de dingen in vraag stellen en serieuze research doen. Ja, het zijn sowieso de kanalen waar inderdaad wel serieuze vragen, de vragen worden opgeworpen. Ja, het zijn alleen niet echt, het zijn minder de kanalen die ook diepgaand onderzoek daarvoor van doen. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan de andere krant en zo. Dat die dingen. Ja, nu is het bereik van die krant volgens mij wel relatief beperkt in Nederland. Ik denk dat, ja, maar het bereik zegt niks over de kwaliteit. Hè, dus. Dat is zeker waar, ja. Want dat, meestal als het bereik groot is, ga je weer naar de mainstream toe. Hè. Ja, ja. Allee, ja. Maar ja, misschien is dit een discussie apart. Dus eigenlijk... het is zeker een hele interessante discussie. Ja, misschien wel nog als reactie. Ik denk dat het dan juist als alternatieve media invloed hebben, dan daarvoor is denk ik wel vereist dat hun bereik wel voldoende groot is. Goed, als dat voldoende is, ik zie dat Ann het woord vraagt. Goedenavond. Ik was ondertussen proberend wat in de chat aan het schrijven. Ik vind eigenlijk dat in België de mensen heel weinig kritisch zijn. Dat men inderdaad nogal meegaat, ja, maar het is inderdaad een crisis en men moet toch. En dan niet alleen tegenover wat dat de overheid oplegt. Maar ook nu, ik werk voor de vakbond. Ik ben vakbondsecretaris. Ik vind ook dat mensen weinig kritisch zijn tegenover maatregelen die de werkgevers willen opleggen. Allee, wij horen regelmatig van, ja, mijn werkgever wil verplichte koorts, temperatuurmeting doen. Als ik dan probeer te zeggen van, ja, maar gaat dat toch niet mee akkoord gaan? Ja, maar allee, we moeten toch wel weten wie ziek is en wie niet ziek is. En dan gaat het ook over het verplicht vaccineren, het verplicht testen. De sneltests moeten we inderdaad dat verplicht laten. Ik vind dat vind ik een gevaarlijke evolutie. Want ja, vandaag zegt iedereen, oké, maar die sneltest, je moet dat verplicht maken in bedrijven. Ja, zodanig dat je collega's niet besmet. Ik probeer dan altijd als argument te zeggen van, ja, maar vandaag gaan ze je verplichten om een test te nemen om te weten als je corona hebt. Maar morgen gaan ze je misschien verplicht laten testen om te weten als je HIV hebt. En ik ben eigenlijk een beetje op zoek naar wat meer nog voorbeelden en argumenten om inderdaad mensen wat kritischer te maken en zeggen van, het feit dat er inderdaad een crisis is, wat we niet kunnen ontkennen, praat het niet goed dat men boven onze hoofden van alles beslist, waar we inderdaad weinig kritisch over zijn en waar we vaak weinig tegenin te brengen hebben. Dus daar ben ik zo'n beetje op zoek naar wat argumenten of naar wat meningen uit de groep van, hoe kunnen we inderdaad... bij ons bijvoorbeeld ook de avondklok. Ik hou mij daaraan, oké? Die avondklok is er, ik hou mij daaraan. Anderzijds vind ik dat iets onzinnig, omdat ik inderdaad die avondklok op zich is niet nodig voor de volksgezondheid. Het klopt dat men door de avondklok gemakkelijker kan controleren. Ja. Maar dus zo... dat mensen nogal gemakkelijk meegaan tussen een crisis. En we moeten, het is maar voor even. Maar ik heb altijd schrik dat maatregelen die men nu uitvaardigt, zoals dat men destijds ook deed, dan was het voor terrorisme, dat men meer en meer inderdaad die democratie wat gaat uitrollen. En zeggen van, maar als wij beslissen dat het een crisis is, gaan we, moeten jullie niet te veel reageren. Dat is inderdaad een algemene zorg van de niet-mainstream. Dat klopt. Hè. Dat is ook onze zorg. Ik denk dat het inderdaad zeker wel een terecht punt is wat je inderdaad aankaart. Je ziet het ook wel in Nederland met hoe bij ons de avondklok ingevoerd is. De avondklok die was nadrukkelijk als tijdelijke maatregel ingevoerd om een paar weken... geldig te zijn en daarna zou die weer ingetrokken worden.
Maar gaandeweg ontstaat er toch wel een soort van normalisering van die maatregel. Want toen inderdaad die tijdslimiet voorbij was, toen werd eigenlijk zonder veel discussie de avondklok toch weer verlengd. Ja. Jan schrijft daar, de hoogtes van de boetes, moeten we daar ook niet kritisch over zijn? Ja, dat lijkt me inderdaad ook een heel terecht punt. Ook zeg maar in de koppeling wat voor effecten de hoogte van een boete heeft voor bijvoorbeeld je strafblad. In Nederland is het zo dat als een boete een bepaalde hoogte heeft, dat is uit mijn hoofd volgens mij boven de €130, dan betekent dat ook dat je een aantekening krijgt op je strafblad, wat natuurlijk dan weer consequenties heeft voor of je ergens aan het werk kan komen, want werkgevers vragen in Nederland regelmatig om een verklaring omtrent gedrag, zeker bij de functies zoals bijvoorbeeld bij de politie of in het onderwijs. Dus dat is natuurlijk heel ingrijpend. Nu is in Nederland het wel zo dat men aanvankelijk in ieder geval ervoor gekozen heeft om de hoogte van de boete onder die grens te houden, zodat het geen effect heeft op je strafblad. Ik zou niet direct kunnen zeggen of dat ook zo is in België of in Frankrijk. Naar boetes hebben we niet gekeken bij het verzamelen van de data. Ja. Oh ja, Erik schrijft, zijn de beleidspolitici op de hoogte van andere visies, alternatieven dan, hè, op de coronaproblematiek? Ja. Ik denk dat ze daar zeker wel van op de hoogte zijn. Maar ze maken natuurlijk wel een duidelijke politieke keuze. Een keuze die natuurlijk ook gebaseerd is op wat de informatiebronnen van de overheid, de onafhankelijke wetenschap, natuurlijk geeft. Maar ja, het is natuurlijk wel zo, los van natuurlijk wat natuurlijk de wetenschap zegt, is er natuurlijk altijd een politieke discussie. Want de mate waarin je natuurlijk bijvoorbeeld de economie of persoonlijke vrijheden moet opofferen om het infectierisico te verkleinen, is natuurlijk inherent politiek. Ja, precies. Ja, er worden een paar interessante kanalen schijnbaar gesignaleerd door Bernard en door Nadia. Of het, ja, dat van Nadia is een link, ja. Het genezend vermogen, hoe heeft het zover kunnen komen? Ja, ken ik. Guido, mag ik nog aansluiten op mijn vraag? Ja, Erik, zeker. Dus ik vraag me af of de politici in Nederland op de hoogte zijn van bijvoorbeeld de Blauwe Tijger, dus die boeken uitgeeft en zo, en die gesprekken. En of dat zij dus ook alternatieve visies bekijken. Of dan ze zodanig vastzitten in die ene zaligmakende visie, allez, zaligmakend is een groot woord natuurlijk, die dus vanuit waarschijnlijk Europa uitgebracht werd en dan waar zij zich dan aan houden. Weliswaar op verschillende manieren, de verschillende landen natuurlijk, hè, zoals je verteld hebt. Maar er zijn toch... het is altijd maar eenzelfde groepje, in België bijvoorbeeld, is het altijd maar eenzelfde groepje wetenschappers die dus beleidsinstructies geeft of mogelijkheden of consulten geeft aan de regering. Is dat in Nederland ook zo? En verliest men zichzelf daar niet in? Dat is eigenlijk mijn vraag. Zijn zij zich bewust van het feit dat zij zich zo eenzijdig richten op een bepaald... Ik weet niet hoe dat in Nederland is, een bepaald aantal mensen, wetenschappers, virologen, epidemiologen, en dan ze de rest uit het oog verliezen. Omwille van bepaalde belangen, omwille van bepaalde beslissingen die op een hoger niveau dan het Nederlandse nationale niveau genomen worden. Ik weet niet of dat ik duidelijk ben. Dus het is een beetje tweeledig. Zijn ze op de hoogte van andere dingen dan wat dan ze zij naar voren schuiven, waar dan ze zich moeten aan houden? En willen ze ook niet een beetje breder kijken? Ja, het punt is inderdaad wel duidelijk. Inderdaad. In Nederland is het ook zo dat de regeringspartijen en ook veel oppositiepartijen zich baseren op het RIVM. Dat is het Nederlandse instituut dat zich bezighoudt met infectieverspreiding. In het bijzonder ook de
OMT, Outbreak Management Team, dat vanuit het RIVM georganiseerd wordt en dat bestaat uit inderdaad virologen, medici en die inderdaad eigenlijk de regering adviseren welke maatregelen genomen moeten worden en in bijna alle gevallen worden die maatregelen wel overgenomen. Wat inderdaad ook een belangrijk punt van kritiek is op het OMT, is dat dat OMT dus ook bestaat eigenlijk alleen maar uit die groep van wetenschappers en bijvoorbeeld niet van economen of sociologen en andere disciplines. Dus dat er ook dat is een kritiek althans, dat het te veel de focus is op de infectiebestrijding en niet op de invloed op de economie of de burgerlijke vrijheden. Of dat erg is of niet, dat hangt natuurlijk er sterk vanaf hoe je zelf daarnaar kijkt. En wat verder ook wel goed is om op te merken, is dat er in Nederland ook wel een aantal politieke partijen zijn, waaronder bijvoorbeeld het Forum voor Democratie, die een hele duidelijke andere visie hebben op de coronacrisis. Die veel kritischer staan op wat de effecten van het virus zouden zijn en hoe daarmee omgegaan zou moeten worden. En in de verkiezingen zal dat ongetwijfeld, die er nu zijn, ook een grote belangrijke rol spelen in de stemkeuze. Mm-hmm. Vindt u niet raar dat bijvoorbeeld in alle Europese landen men zo één richting volgt? Allee, ik weet dus bijvoorbeeld Neil Ferguson, dat is de wetenschapper in Londen, hè, die dus de foutieve statistieken naar voren gebracht heeft in verband met die infectie van dat coronavirus, COVID-19 eigenlijk. Hij sprak van 40 miljoen doden. Hij heeft zelfs een telefoontje gepleegd naar Macron, president Macron. Dan is men daarop verder gegaan, blijkbaar, in Europa, op het hoogste niveau. Maar dan was er al een andere wetenschapper van de Stanford University, John Nides of zo, die zei van, nee, die grafiek die klopt niet, dat is fout. Er is ook foute software gebruikt. Maar dan houdt men daar met die wetenschapper geen rekening meer. En die wordt dan doodgezwegen. In plaats van die mensen ten opzichte van elkaar te plaatsen en elk hun zeg te laten doen. Maar men gaat voort op die grafiek van Ferguson. Die wordt dan zelf gedeplaceerd, omdat hij blijkbaar een overtreding zou begaan hebben. En hij wordt dan eigenlijk ook langs de kant geschoven. Maar die grafiek en die angst blijft daar. En men heeft dan een angstklimaat gecreëerd. En dat blijft eigenlijk op het hoogste Europese niveau voortbestaan. En elke nationale regering doet daar zoekt daar zijn eigen weg in. Maar mijn vraag is, waarom gebeurt dat eigenlijk binnen die Nederlandse... Dus er is één partij die blijkbaar dus anders is, zoals u zegt, en die wel zo'n alternatieve visie toelaat. Maar waarom speelt die Nederlandse regering dat ook zo verder? Waarom gaan ze dus hun horizon niet een beetje meer verbreden? Men moet daar toch van op de hoogte zijn dat er ook veel andere stemmen zijn. In België laat men dat niet toe, maar mijn vraag is dat in Nederland ook niet mogelijk? Ik vind dat zelf een lastige vraag om te beantwoorden. Dat heeft ermee te maken dat ik zelf geen achtergrond heb in virologie of epidemiologie. Dus kijk, het is niet aan mij om te beoordelen in hoeverre de wetenschappers dat correct of niet correct zijn. Ik denk wel, of althans daar ben ik wel zelf persoonlijk wel van overtuigd, dat de wetenschappers die geraadpleegd worden, dat wel kundige wetenschappers zijn. Maar ik zie inderdaad ook wel dat in een zekere zin er inderdaad wel te weinig diversiteit is in het denken. En dat is althans mijn ook een persoonlijke opvatting. Ik denk ook wel dat de balans niet meer op orde is tussen de maatregelen enerzijds en de impact die dat heeft op onze vrijheden. Bijvoorbeeld inderdaad wat al eerder aan de orde kwam, bijvoorbeeld in de vorm van de avondklok.
Dus okay. Het is eigenlijk zo dat... Dus, allez, wij moeten ook niet een viroloog... Iedere burger kan geen viroloog zijn of epidemioloog, dat is de bedoeling niet. Als wij in een referendum zouden kunnen als burger kiezen voor ja of nee te stemmen, dan gaat dat ook niet over de kennis. Wij gaan gewoon een morele keuze maken. Hè? Dus het is ook hetzelfde voor die politici. Zij moeten hun blik zoveel mogelijk verruimen, naar zoveel mogelijk mensen luisteren en niet naar zo één klein klikje die dan blijkbaar... Allee, erbij hoort, waarom ook, ik stel mij die vraag, maar u snapt het, hè? Dus het zou een beetje ruimer moeten uitgewerkt worden. Dus die mensen die geraadpleegd worden. Mm-hmm. En mijn vraag is, waarom gebeurt dat niet? En is dat in Nederland ook zo? Dat men eigenlijk op een bepaalde weg inslaat en dan niet meer terug kan. Ja. Mm-hmm. Ja, ik denk dat daar ook op zich wel wat voor valt te zeggen, inderdaad. Dat zodra de politiek een bepaalde keuze heeft gemaakt, dat ze daar ook vanwege, om te voorkomen dat ze gezichtsverlies leidt, dat ze daar ook niet meer van afwijken. Dat lijkt me inderdaad waarschijnlijk. En verder is het natuurlijk ook wel zo dat natuurlijk in de politieke systemen van onze verschillende landen, dat er natuurlijk ook wel gewoon heel veel macht geconcentreerd is op het elite-niveau. Dat komt eigenlijk in alle landen voor. En dat natuurlijk het aantal, dat de personen die daar actief in zijn, zeker bij de regeringspartijen, dat natuurlijk een relatief kleine club is die niet representatief is voor de bevolking. Mm-hmm. We zijn natuurlijk, dat geldt ja, voor alle drie de landen, we zijn geen directe democratie, zoals in Zwitserland, helaas niet. Mm-hmm. Okay. Ja, het heel merkwaardig is inderdaad dat wereldwijd... Ja, over een soort angstklimaat gaat. Hè. Dat is heel vreemd. Of dat dus heel die politiek zich ook zo gedraagt. Hè, alsof het dus... Ja, ja. Alsof je met angst moet werken. En misschien dat is nog inderdaad... misschien nog een laatste vraag. Wil men in Nederland ook zomaar vanzelfsprekend ervan uitgaan dat men iedereen wil vaccineren? Men... Staat dat zo voor als iets doodnormaal omwille van die corona-infectie? Maar normaal gezien zouden kunnen stellen, logischerwijs, dat iemand met een goed, gewoon ontwikkeld, normaal immuunsysteem, een individu met een gewoon werkend, functionerend immuunsysteem, hoeft eigenlijk niet gevaccineerd te worden. Want hij heeft van zijn lichaam uit dus de bescherming tegen dat virus. Dus... Waarom gaat men dan vanuit die regeringen altijd uit van... Ja, maar iedereen... Men stelt gewoon de vraag niet of dat mensen niet moeten gevaccineerd worden. Maar gaat het vanuit dat normaal is dat iedereen zich zal laten vaccineren. Dus het is een totaal... Mijn fout uitgangspunt, als je het breder zou bekijken. Gebeurt dat in Nederland ook, dat men daar zomaar vanzelfsprekend van uitgaat dat de enigste oplossing is? Nou ja, het is inderdaad het doel van de regering dat iedereen gevaccineerd wordt. Ja, ja. En daar worden ook wel, zowel formeel als informeel, ook wel consequenties aan verbonden. Men is natuurlijk op dit moment bezig met een vaccinatiepaspoort. En dat zou natuurlijk kunnen betekenen of je wel of niet een kroeg kan bezoeken. Maar natuurlijk ook op veel andere manieren. Wat betreft natuurlijk het punt of dat proportioneel is, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van wat de effecten zijn van het coronavirus. Althans, voor ons in ieder geval het grote deel van de gevestigde wetenschap, worden de effecten toch wel iets zwaarder gezien dan dat voor iemand met een goed immuunsysteem, daarvoor geen grote effecten zou hebben. Nee, inderdaad. Ja. Dus dat speelt daar natuurlijk ook wel een rol in. Mm-hmm. Mag ik daar iets van zeggen, Guido? En het gaat ook over de vraag van Anne Verhelst. Die vraagt, leeft er in jullie kring antwoorden op mijn vragen die ik heb over die dingen die ze net aankaarten? Ik kan haar niet rechtstreeks chatten, dus ik probeer dat dan toch maar in de vergadering. Kijk, er worden een heleboel dingen niet geweten. En dat verdwijnt. Dus als wij bijvoorbeeld niet weten hoe een besmetting optreedt, dan wordt er gedaan alsof je met een virusinjectie geen besmettingen kunt verspreiden. Dat is helemaal niet waar.
En dat gebeurt dan heel eenvoudig door het woordje als. Als we ons inenten, dan... En dan komt er een conclusie of dat er een paspoort moet komen... of een toegang geregeld is of een test moet worden gedaan. Maar je weet helemaal niet hoe die verspreiding plaatsvindt. Mm-hmm. En ook als je het virus gehad hebt... dus als je zelf immuun geworden bent... kun je nog steeds aan die verspreiding bijdragen. Ja. En dat is zo'n waanzin dat je maatregelen ziet... die suggereren dat die besmetting dan niet meer optreedt. En dat mm-hmm. niet weten wordt nergens benoemd. En daar, ja. daar zit de sleutel voor het antwoord op je vraag. Wat heb je te bieden om die argumentatie van die suggereert dat het wel helpt, tegemoet te treden? Heel goed nadenken over wat er niet gezegd wordt. Mm-hmm. Ja. Ja. Als ik even mijn eigen oordeel daar mag tussen werpen, ik denk dat dat inderdaad voor een groot deel het wantrouwen voedt of rechtvaardigt. Dus, dat klopt voor mij. Nu, als ik even de chatberichten mag bekijken nog. Dus ik denk dat in België een boete sowieso een minnelijke schikking is, zei Anne nog. He, waardoor het niet verschijnt op je strafblad. Dat was dus in antwoord op... moeten we niet de boetes, die hoogte van de boetes, ook bekritiseren? He? Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Iemand wel? Iemand vroeg dat, denk je, toch? Ik wou daarmee reageren op wat Thijs zei. Die zei van, in Nederland zijn de boetes bewust laag gehouden. Niet op het strafblad te komen. Ik weet niet, als dat in België ook zo was, was het hier dat TC. En daarop reageerde ik van, ik denk in België, net door een boete te betalen, komt het nergens, komt het niet op je strafblad. Het is maar als je boetes niet betaalt, dat je eventueel kunt veroordeeld worden. Dat was eigenlijk mijn reactie daarop. Mm-hmm. Ja. Ik zal de chat even overlopen, Guido. Daarna zijn er nog heel wat mediakanalen aangebracht. Dus Blue Tiger en zo, ja. Ja, dat is heel, heel goed. Dus daar kunnen we ons verder informeren. Alleen wat ik daarop kan zeggen is wel dat het geen mainstream is en dat het eigenlijk niet in de mainstream komt. Hè. Maar dat er wel andere, dat er wel kanalen bestaan, groter en kleinere. Dan Caroline vraagt iets. Hè? Ja. Hebben jullie voor deze drie landen info over de tijdelijkheid van maatregelen? In sommige EU-landen zijn permanente wetsverandering doorgevoerd. Is dat hier ook zo? We hebben inderdaad ook gekeken naar de tijdelijkheid of de permanente aard van de maatregelen. En wat wij in ieder geval in de drie landen zien... waar dit artikel over gaat, dat het toch overwegend tijdelijke maatregelen zijn. Waarbij de tijdslimiet vaak bijvoorbeeld 6 weken is. Maar in de praktijk komt het eigenlijk wel steeds voor dat dan de maatregelen althans wel weer worden verlengd. Zij dat je natuurlijk op het einde van de eerste golf wel zag dat een aantal van die maatregelen wel weer werden ingetrokken. Maar dat was natuurlijk ook alleen maar van tijdelijke aard. Ja. Mag ik er nog iets aan toevoegen? Of... Ja hoor. Ja, Caroline. Maar dat zijn dus wel maatregelen die moeten verlengd worden. En als ze niet verlengd worden, dan lopen ze af. Dus het is niet zo dat er permanente... Of jullie hebben geen gevallen gezien waar permanente veranderingen in het strafwetboek gemaakt werden. Ik dacht bijvoorbeeld in Hongarije, denk ik, had ik gelezen, hebben ze bijvoorbeeld misinformatie verspreiden over corona in het strafwetboek opgenomen. En ze gebruiken dat natuurlijk om heel veel journalisten daarmee lastig te vallen. En ik vroeg me gewoon af of jullie hier in Frankrijk, Nederland en België ook zulke zaken gezien hebben. Ja, Hongarije is inderdaad een bekend voorbeeld daarvan, van inderdaad waarbij permanent maatregelen worden ingevoerd. Maar dat is in deze drie landen eigenlijk niet het geval. In ieder geval niet in Nederland en niet in België. Misschien dat er in Frankrijk wel een enkele maatregel is geweest waarbij dat het geval is.
maar dat staat me nu niet direct bij. Het zijn eigenlijk inderdaad allemaal tijdelijke maatregelen. Ofwel in de vorm van een tijdelijke wet, ofwel van een tijdelijk decreet. Caroline, jullie monitoren toch ook de democratiemaatregelen met de Democracy International? Ja, dat is wel. Wij hebben dat in het begin gedaan, maar nu zijn we eigenlijk gewoon deel van het Exceptius-project. Dus ik heb de research nog niet gezien, dus ik vind het heel interessant om dit nu van Thijs te horen. Ah, zo. Maar wij steunen dat als, als NGO-partner. Oh ja. Ah, zo, ja. Interessant. Fantastisch. Ja, ja. Mm-hmm. Inderdaad, in tegenstelling tot die vele compensators, dus die Thijs noemde, Jan, kwam het over alsof men maar een blik maatregelen opentrok, maar niet nakeek welk effect een bepaalde maatregel gaf. Mm-hmm. Ja, en dan, ja, dat is een algemeen teneur ook, hè. Ja, dan terug enkele magazines en dergelijke. Ja, dan van Pedro. De enige gezondheidseconoom die in België anders dacht, lieve Annemans, werd direct door de overheid gelijk met de grond gemaakt. Ja, dat is inderdaad een feit, ja. Ja, gebeurt dat in Nederland ook als iemand een alternatieve visie brengt op een officieel medium, reguliere media, dat hij een beetje afgemaakt wordt of zo? Ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe je het natuurlijk bekijkt. Er is wel een aantal maanden terug is er wel een kritische beweging geweest. Kijk, wat was de naam ervan ook alweer? Dat was even nadenken. In ieder geval, dat was een beweging die op sociale media vrij duidelijk aangaf dat ze ermee stoppen met de maatregelen, dat ze zich er niet meer mee zouden houden. Viruswaanzin, Thijs. Dat was niet direct viruswaanzin. Het is wel zo dat viruswaanzin die oproep heeft gedaan. Maar ze hebben het juist nadrukkelijk niet als onder hun eigen naam gedaan. En ze hebben vooral BN'ers toen opgeroepen om die boodschap te verspreiden. Ja. Daar is wel heel veel kritiek inderdaad op gekomen. Maar dat is denk ik ook wel een ander voorbeeld dan de gezondheidseconoom die wordt genoemd. Want het ging natuurlijk hier ook wel om mensen die eigenlijk ook opriepen om je dus ook niet aan de wet te houden. Mm-hmm. Ja. Juist. Ja, maar het is natuurlijk, ook wel iets op zeggen misschien. Het heet in het begin viruswaanzin. Die hebben zich herdoopt tot viruswaarheid. En op dit moment, tijdens alle zogenaamde kopjes koffiebijeenkomsten, oftewel demonstraties op het Museumplein in Amsterdam en het Malieveld in Den Haag, wordt wel degelijk door viruswaarheid, en dat zijn onder andere de voormalige viruswaanzinmensen, op aangedrongen om zich niet aan de maatregelen te storen. Ze houden ook geen mondkapjes op. Ze houden zich niet aan de 1,5 meter en gaan zo maar door. Dus ze zijn wel degelijk op een bepaalde manier subversief bezig. Dus dat is toch het antwoord op die vraag, denk ik. Maar ze mogen blijven voortdoen. Worden ze de mond gesnoerd? Dat is de vraag. Hè? Ja, nou ja, het is natuurlijk wel. Het is natuurlijk wel zo dat. Zeker op personen die inderdaad aangeven van dat de effecten van bijvoorbeeld het coronavirus. Allemaal wel meevallen. Daar wordt natuurlijk wel. Daar wordt wel duidelijk tegenover gezegd van. Dat natuurlijk complottheorieën zijn. En dat zijn natuurlijk ook wel vaak wel dan. Althans, feiten die. Niet in verhouding staan met wat wel het algemene beeld is wat uit die wetenschappelijke takken vaak voortkomt. Mm-hmm. Bernard, misschien de vaccins gebruiken een technologie die voor het eerst wordt toegepast en waar niemand zich vragen bij stelt. Ja, dat is een van de... ja, niemand is veel gezegd, maar inderdaad, de meerderheid schijnt zich daar geen vragen bij te stellen. Nee, het is ook omdat informatie ook eenzijdig is. Hè? Mm-hmm. Ja, indien dat wij meer uitgebreider informatie van alle kanten zouden krijgen, als mensen zouden er kunnen over gesproken worden en zouden daar meer over gediscussieerd worden en zouden een ander oordeel kunnen hebben ook. Hè? Ja. Mm-hmm.
Ja. Ja, en dat mensen de mond snoeren en dergelijke. Van enfin, apartheid dan, hè. Nadia bericht naar Israël natuurlijk. Ja, die zijn dus op weg om inderdaad een soort apartheid in te richten op basis van vaccinatie. Ja. Ja. Ja, ik nog even wat erover kan zeggen. Apart van, afgezien van de mond snoeren, is er ook wel heel duidelijk bij de mainstream media een soort policy... dat de groep viruswaarheid, tegenwoordig heet dat zo, een beetje links laten liggen. Dus een beetje negeren. En dus die komen nauwelijks aan bod op die manier. Ja, dat is ook een vorm, hè, van mondsnoeren natuurlijk. Ja, ja, dat klopt. Ja. Ja, dat hoort bij de aanvaardingscurve. Hè. Eerst er tegenin, dan negeren. Ja. Negeren, diaboliseren, isoleren en elimineren. En zo is het gedaan. Nadia noemt ook Apache. Ja, dat is inderdaad een heel goede redactie, dat klopt. Ja. Zou de correspondent er ook over schrijven nu? Ik weet dat niet. Ja, de correspondent. Ja, Bernard signaleert hem. Ja, ik volg niet alles, hè, maar... Ja, ik ken de correspondent en dat is ook een alternatief kanaal waar je kunt op abonneren. Maar je kunt niet alles volgen, hè? Dat is onmogelijk. Mm-hmm. Ja, ik moet zeggen dat ik zelf niet heel bekend ben met de correspondent. Althans, ik ken het uiteraard wel, maar het is geen medium wat ik zelf veel lees. Ik zou daarom ook niet goed kunnen beoordelen hoe zij precies over corona schrijven. Ja, ik volg het wel, Thijs. Ik ben ook geabonneerd in Nederland. En ze schrijven in het algemeen toch heel gematigd hierover. Ze zijn zeker niet sterk kritisch, zoals viruswaarheid, of die dan ook wel de virus-weppies of wappies worden genoemd. De correspondent is redelijk neutraal, heb ik toch niet zo gemerkt. Het is ook meer een medium voor onderzoeksjournalistiek, hè? Oké. Ik zie hier een interessante vraag van Caroline, inderdaad. Zijn er misschien goede voorbeelden van burgerparticipatie of directe democratie rond het thema corona? Lokaal dan waarschijnlijk, want nationaal zijn die mogelijkheden er niet. Binnenkort heb je in Zwitserland een referendum over de... maatregelen die zijn genomen in het kader van de coronacrisis. Dus dat is daar natuurlijk een goed voorbeeld van. Maar tegelijkertijd hangt dat natuurlijk ook volledig samen met het feit dat Zwitserland natuurlijk een directe democratie is. In onze landen zien we zo'n vorm waarin burgers invloed kunnen hebben op de maatregelen natuurlijk niet. Mm-hmm. Ja, we hebben natuurlijk zeker op lokaal niveau hebben we wel burgerparticipatie. Maar dat heeft eigenlijk natuurlijk nooit betrekking op de maatregelen die genomen worden. Sorry, mag ik nog eens vragen? Waar heeft dat dan wel betrekking op? Nou, de burgerparticipatie die heeft eigenlijk betrekking op eigenlijk alle reguliere politieke zaken. Zoals bijvoorbeeld stedelijke projecten gaat het vaak natuurlijk lokaal over. Of andere zaken in de directe leefomgeving. En door de coronacrisis zie je vaak dat... tegenwoordig digitaal gaat, terwijl je bijvoorbeeld in het verleden bijvoorbeeld fysieke bijeenkomsten in dat kader had. Ja. Zullen dat de vragen zijn? Journalisten die aan correcte en erudite research doen, worden uitgesloten en eventueel dan werkloos, dat is van Bernard. Zouden we kunnen stellen, het is al bijna duidelijk in België, dat het zo is dat mensen die een verantwoordelijkheidsfunctie hebben, niet alleen journalisten, maar ook... verzorgers, ziekenhuizen, artsen en zo, dat die wel zwijgen omwille van hun positie. Zou dat kunnen zijn dat in Nederland ook zo is? Nou ja, ik denk inderdaad dat je moet wel sterk in je schoenen staan als je inderdaad publiekelijk de coronamaatregelen en zeker de wetenschap daarachter ter discussie stelt. Mm-hmm. Dat is zeker waar, ja. Mm-hmm. Ja. Zijn er nog vragen? Ik ben eigenlijk benieuwd naar wat Thijs
in zijn engagement is in de betreffende directdemocratie in Nederland. Ja, nou, ik inderdaad, directe democratie is inderdaad wel een van mijn grote passies, waar ik mij veel voor inzet. In het verleden heb ik dat gedaan als junior campaign manager bij de Nederlandse tak van Meer Democratie. Tegenwoordig doe ik dat op een vrijwillige basis, ad hoc eigenlijk. En daarnaast ben ik duo raadslid in mijn woonplaats Leiden, waar ik mij voor Partij Sleutelstad inzet voor een laagdrempelige referendum en de invoering van het lokale volksinitiatief en alsmede andere manieren om burgers meer inspraak te geven in de lokale politiek. En daarnaast ben ik natuurlijk ook als politicoloog zeer geïnteresseerd in alles wat met referenda en politieke stelsels te maken heeft. Maar dat is dan wel meer vanuit een wetenschappelijke positie. En, mm-hmm. Ja. En wat raad je ons aan te doen? Ja, nou, ik denk dat om onze politieke systemen democratischer te maken, dat er eigenlijk drie zaken doen die we moeten zijn die we die dan toch wel de prioriteit hebben. Enerzijds de invoering van het bindend correctief referendum. Op de tweede plaats het volksinitiatief. Dus een referendum over voorstellen die door burgers zelf worden ingediend. Want als je alleen maar een correctief referendum hebt, dan kun je alleen maar de wetten die politici schrijven ofwel goedkeuren ofwel afvoeren. Er zijn er nog steeds heel veel zaken waar je als burger geen inspraak hebt. En als derde, en dat lijkt me ook zeer belangrijk, dat is de belangrijkste bestuurders, dus de burgemeester op lokaal niveau en de premier op landelijk niveau, direct gekozen wordt. Want de uitvoerende macht, dat is toch eigenlijk de motor achter het overgrote deel van de wetgeving. En daar hebben we nu, zeker in Nederland, eigenlijk geen enkele invloed op als burger. En je ziet ook wel uit onderzoeken in het buitenland, bijvoorbeeld onderzoeken in Amerika, dat als mensen een directe stem hebben op bestuurders, dat de wetgeving die zulke bestuurders voorleggen aan het parlement ook meer in overeenstemming is met wat burgers het liefste willen. Mm-hmm. En hoe percipiëren jullie België ten opzichte van Nederland? Het mag eerlijk zijn, hè, Thijs? Ja, nou, ik denk dat we het allebei op dat vlak niet heel goed doen. Nou, is natuurlijk wel zo dat je in België ook wel een onderscheid moet maken tussen het federale niveau en een aantal van de gewesten. Want, correct me if I'm wrong, maar ik vernam dat Wallonië inmiddels of van plan is om het referendum in te voeren. Mm-hmm. Op het gewestelijk niveau is het mogelijk, hè, met 80.000 handtekeningen. Ja. Alleen op gewestelijk niveau. En is dat in Vlaanderen ook zo? Nee. We zijn net een campagne begonnen om daarvoor te lobbyen. Ja. Allee, terug begonnen, want we hebben dat drie jaar geleden ook gedaan. Maar ja, dan is er van alles tussengekomen. Nu zijn we dan mee herstart en we hebben verschillende afspraken. Ja. Ik denk dat jullie hebben wel het voordeel natuurlijk dat jullie als federatie, dat het toch makkelijker is om op een lager bestuursniveau het referendum wel ingevoerd te krijgen. In Nederland is dat veel lastiger. We hebben op lokaal niveau als gemeente enerzijds relatief veel mogelijkheden om referenden in te voeren, maar dat is allemaal raadgevend. Oh ja, tuurlijk. Want om een bindend referendum in te voeren heb je een grondwetswijziging nodig. En dat kan alleen maar met 2/3 meerderheid in op nationaal niveau. En dan ook nog met 2 lezingen. Waardoor het praktisch eigenlijk bijna onmogelijk is om het referendum ingevoerd te krijgen. Mooi. Ja, dat is bij ons ook zo. Dat is ook zo hier, hè. Ja. Ook daar hebben we al verschillende webinars over gehouden. En ook daarin zijn we initiatieven aan het nemen. En ja, het zit op de goede weg, is mijn gevoel. En de Vivaldi-regering heeft ook wel ambities om rond burgerparticipatie en ook rechtstreeks beslissingsrecht toch stappen te ondernemen. Voornemens zijn er. Ja, in het regeerakkoord. Ja, ja. Maar die zijn er nogal geweest, hè, die voornemens. Ja, maar er zijn periodes geweest dat ze er niet waren.
telefoon. Ja. Dat en is die iets... zijn er nu toch wel. En er is... het glas is al vol. Ja. Het is in ieder geval goed dat er voornemens zijn, maar ja, het moet inderdaad, zoals Erik aangeeft, het moet ook waargemaakt worden. Nu kan het natuurlijk ook niet veel slechter zijn dan met het Nederlandse kabinet, want wij hebben een kabinet dat het raadgevend referendum afgeschaft heeft. Ja, ja. Dat is helemaal schandalig. Ja, 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 absoluut. Ja, maar ik denk dat in België met David van Rijbroek zijn burger... panels en dergelijke, dat dat ook wel een druk zet om rond rechtstreeks beslissingsrecht het een en het ander mogelijk te maken of toch deuren open te zetten. Want voor hen, voor die demarche zijn er ook moeten ook de grondwet gewijzigd worden. En het gaat eigenlijk over dezelfde artikelen. Ik denk dat het, volgens mij is dat heel dubbel, de invloed die Van Rijbroek heeft en de lotingbeweging in algemene zin eigenlijk. Ja. In welke zin? Enerzijds heeft Van Rijbroek natuurlijk een hele goede discussie over loting inderdaad. En dat als alternatief voor de representatieve democratie. Ja. Maar wat natuurlijk wel een gevaar is, is dat politici loting gaan zien als een alternatief voor referenda. Tuurlijk. Ja, en dat zie je bijvoorbeeld ook in Duitsland, dat bijvoorbeeld Die Groene lange tijd een warm pleitbezorger voor directe democratie op het federale niveau, dat die het referendum uit hun beginselverklaring hebben geschrapt ten gunste van geloten burgerberaden. Mm-hmm. En hoewel ik denk dat geloten burgerberaden zeker een positieve impact kunnen hebben op onze democratie, is het geen alternatief voor het referendum. Als we burgers echt zeggenschap willen geven, dan hebben we een referendum nodig. Ja, referenda en gekozen bestuurders. Ja, dus ik denk dat dat de truc is van de elite, zal ik zeggen, om die burgerraden daar in de plaats te schuiven voor het zogezegde beslissend recht, maar het blijft eigenlijk het parlement of de regering eigenlijk die de eindbeslissing neemt. Hè. Dus zo houden ze eigenlijk de macht en de controle erover. Hè. Inderdaad. En je ziet de controle ook toenemen. Hè, want nu, bijvoorbeeld voor petities en zo, moet men ook via de ID-kaart en dergelijke stemmen. Hè. Mm-hmm. Dus dat maakt het de burgers moeilijker om handtekeningen te verzamelen. Want er is nu een elektronisch systeem voor petitie op federaal niveau. Ja. Maar dat is verplicht via de verificatie, via de ID-kaart of iets mee. Ja, het is elektronisch. En niemand doet dat mee. Hè? Ja. Ik denk het punt, wat bij het punt over de burgerberaden ook wel interessant is, is dat we... In Nederland hebben we op lokaal niveau toch al een aantal keer de G1000 gehad in navolging van het boek van David van Rijbroek. Ja. Ja, ja. Daar zijn ook een aantal studies naar uitgevoerd. Ook een keer een studie naar wat hebben politici nou gedaan met de adviezen van de G1000. En de conclusie daaruit was eigenlijk best wel somber. Namelijk dat ofwel de G1000 eigenlijk aangaf, althans adviseerde wat de politici toch al vonden. En dan werd het aangenomen. Ofwel dat de G1000 iets anders adviseerde en dat het in een lade terecht kwam. Ja. Ja. Ja, dat is onze specialist Paul Nolle stelt dat dus ook vast. Hè, dus. Ja. Wat ik trouwens wel ook een hele interessante combinatie zou vinden is die van een geloten burgerraad met een referendum. Dat zie je in Ierland ook wel, dat je daar dan een burgerberaad hebt van geloten burgers dat over een complex maatschappelijk onderwerp met elkaar in discussie gaat, dan een voorstel opstelt en dat het voorstel in een referendum wordt voorgelegd aan de bevolking. Mm-hmm. Ja, zo is het eigenlijk, hè? Want in het oude Griekenland was dat zo. Hè? Ja. Het is eigenlijk de geloten burgers die de wetsvoorstellen formuleren en dan werd dat op de agora beslist.
Dus dan had de burger het laatste woord. Het laatste woord, hè. Ja. Ziet je? En een referendum is eigenlijk een grote volksvergadering. Ik heb nog een vraagje, Thijs. U sprak over referenda, maar kunt u ook inkomen in een obligatoire referendum waarin dat grote veranderingen in de samenleving door de burgers moeten bestendigd worden of goedgekeurd worden in een referendum? Bijvoorbeeld de verandering van de grondwet of een project dat heel veel geld gaat kosten? Of soevereiniteitsafdracht. Of soevereiniteitsafdracht aan een supranationale organisatie of zo. Kan u daar ook achter staan? Dat lijkt me een heel goed idee. Inderdaad, voor de onderwerpen die net al werden genoemd. Grondwetswijzigingen, soevereiniteitsoverdracht. Ik denk dat ook over verplichte referenden over zaken die een bepaald bedrag kosten, dat ook zeker te overwegen is. Lijkt me ook heel goed. Wellicht zijn er nog een aantal onderwerpen die we nog missen. Dus ik ben daar helemaal voor. Tegelijkertijd denk ik wel dat de invoering van het correctief referendum en het volksinitiatief de prioriteit heeft. Want als je het correctief referendum hebt, dan is het ook mogelijk om over die zaken een referendum aan te vragen. Het correctief referendum is in die zin breder. Ja. Maar het sluit elkaar niet uit, dus het beste zou zijn als het allebei ingevoerd wordt. Ja, denk ik ook. Ik vind het wel interessant wat dat Caroline hier schrijft, dat de Groenen gewoon dus het referendum verlaten hebben omdat ze graag zouden willen samenregeren met de CDU, die tegen het referendum is. Dus dan, ja, de Groenen hebben ook niet veel meer over van basisdemocratie. Hè? Als je het zo bekijkt, dat is een zuiver particratisch geworden. Dat is particratie, hè? Ja, Erik, dat zien we met elke partij, hè? Ja, oké. Okay. Is... We zien dat met elke partij, maar ik weet niet hoe dat... Maar in Duitsland ook, die Groenen, die hadden basisdemocratie in hun partijprogramma staan. Dat was een van de fundamentele elementen, eigenlijk. Maar als je ziet dat ze dat laten vallen om gewoon maar bij de meerderheid te horen... Ja. De Belgische Werkliedenpartij ook, hè? Ja. Tuurlijk. Het charter van Carignan. 120 jaar geleden of zoiets bijna. Ja, dat was 124 jaar geleden. En als ze het na 100 jaar nog altijd niet verwezenlijkt hadden, dan hebben ze het maar eruit gelaten. Ja. Ik ken zelf de situatie in Duitsland minder goed. Maar we hebben in Nederland ook de casus gehad waarbij onze groene partij, GroenLinks, ook in de loop der jaren het referendum heeft geschrapt. Terwijl het juist voortkomt uit radicaal-democratische partijen. Maar ik heb, in het geval van GroenLinks is wel duidelijk dat dat te maken heeft met dat de standpunten binnen zowel de leden als de achterban toch wel veranderd zijn. In het verleden was meer dan 80% van de GroenLinks-kiezers voorstander van het referendum. Mm-hmm. En tegenwoordig is dat een veel kleiner deel. Het is nu ongeveer 50-50 onder de leden. Wat heel ironisch was, bij het laatste GroenLinks-congres, toen is dus gestemd over het schrappen van het referendum uit het verkiezingsprogramma via een referendum. En toen heeft een hele nipte meerderheid, het ging volgens mij om 3 stemmen, dus voorgestemd om het te schrappen. Waarbij als argument aangedragen werd dat het referendum tot een tirannie van de meerderheid zou verleiden. Bizarder kan het natuurlijk niet als je met ze... Als je dan vervolgens ook met zo'n kleine meerderheid het referendum uit je programma schrapt. Maar goed, in Nederland lijkt het dus vooral door een verschuiving van standpunten te komen. Ik denk dat bij Groenen eigenlijk ook te verklaren valt uit het feit dat ze zo bezorgd zijn om de milieucatastrofes en zo, dat ze zelfs gemakkelijk zouden neigen naar... Zet er een dictator op die gewoon zegt, kijk jongens, zo en zo en zo, dat we er ineens schoon schip mee maken. Ja. Ja, dat is natuurlijk een bizarre gedachte om zo te denken als politicus. Ja, ja. Het komt ook eigenlijk niet overeen met de ervaringen met democratie. Want als je naar Zwitserland kijkt, dan zie je juist dat Zwitsers juist eigenlijk vrij positief stemmen over... onderwerpen die gerelateerd zijn
Aan groen of klimaat? Ja, klopt. En dat is in Duitsland minstens op lokaal niveau ook zo. Dat de Groene Partij heel veel burgerbekeren noemt dat hier. Dus lokale burgerinitiatieven doet voor betere fietspaden, voor heel veel mobiliteitsplannen. Dus het is niet zo dat ze daar tegen zijn. Ik denk dat het echt puur opportunistisch is. Ja. Maar partijen zijn ook belangengroepen, hè? Ja. Ja. Die zijn er niet voor de democratie, die zijn er voor hun groepsbelangen. Tuurlijk. Ja, partijbelangen of persoonlijke belangen zelfs te dienen, hè? Mm-hmm. Helaas, hè. Ja, het is misschien ook wel gerelateerd aan een ontwikkeling dat de Groenen natuurlijk zijn gestart als een soort activistische protestbeweging. Mm-hmm. Dat er ook wel steeds meer onderdeel zijn gaan worden van de instituties. Ja. En daarmee dus ook minder belang hebben om de macht te verschuiven van de elite naar de burgers. Ja, tuurlijk. Ja. U als Nederlander zou het kunnen, dus Forum voor Democratie via Thierry Baudet, die is ook wel voor referenda. Dus om volksinitiatief zou hij toelaten en ook correctief referendum. Zou het kunnen dat die partij ook zich omdraait als ze een keer dan ze in de meerderheid zit? Ik denk dat zeer goed mogelijk is. Eigenlijk zie je die ontwikkeling zie je eigenlijk al bij Forum terug. Hmm. Als je bijvoorbeeld de verkiezingsprogramma's van 2017 naast die van nu legt, dan zie je dat er in 2017 veel meer aandacht was voor democratie. Hmm. Zowel wat betreft directe democratie als wat betreft gekozen burgemeesters dan in het huidige programma. Bijvoorbeeld de gekozen premier is bijvoorbeeld komt bijvoorbeeld niet meer terug in het huidige verkiezingsprogramma. Mm-hmm. Er wordt ook minder belang aangehecht door de partij. Vroeger was het hun eerste speerpunt. Nu staat het op een stuk lager in ieder geval. Dus ik denk dat ook wel wat zegt over de manier, het belang dat Forum daaraan hecht. En het is ook wel teleurstellend dat Forum in 2017... ondanks dat ze zoveel campagne hebben gevoerd voor meer democratie, dat ze eigenlijk in de Kamer nooit een initiatief hebben genomen om het land democratischer te maken. Recent is er aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer over het mogelijk maken van het bindend correctief referendum. Mm-hmm. En dat was een initiatief van de linkse SP. Dat is partij die is misschien nog het meest vergelijkbaar met jullie PvdA. En die is dus de initiatiefnemer van die wet en niet de PVV bijvoorbeeld of Forum. Mm-hmm. Ja. Nog een vraag, Thijs. Het is nu democratische crisis. Dat zijn altijd kansen. Welke zie je het ten gunste voor de directe democratie? Ik denk dat het dan ook belangrijk is om een onderscheid te maken. Ik denk dat er zeker op lokaal niveau veel kansen zijn om inderdaad mensen te mobiliseren voor meer inspraak en meer democratie. Zeker omdat er, in ieder geval dat merk ik in Leiden heel erg, toch heel veel onvrede is over hoe het met inspraak gaat. Dus op lokaal niveau zie ik zeker mooie kansen, maar op landelijk niveau is dat denk ik toch lastig, want we lopen gewoon tegen die 2/3 meerderheid aan die nodig is om de echt grote wijzigingen zoals het referendum door te voeren. En op dat vlak ben ik helaas wel wat pessimistischer. Mm-hmm. Ik denk dat, misschien alsnog een aanvulling, ik denk eigenlijk dat voor de democratiebeweging in Nederland het eigenlijk misschien beter is om op de korte termijn ons meer te richten op de herinvoering van het raadgevend referendum op landelijk niveau. Want daar heb je een gewone meerderheid voor nodig en kan je dan ook mm-hmm. goed vormgeven dan het bindend referendum. Want het bindend referendum, hoe nodig dat ook is, er is helaas onvoldoende steun binnen de politieke partijen voor op dit moment. Zeker. Mm. En op een gemeentelijk niveau dan? Op gemeentelijk niveau hebben we helaas, is dat eigenlijk niet zozeer de discussie, want op gemeentelijk niveau hebben we niet de mogelijkheid om een bindend referendum in te voeren.
Dus daar zijn we sowieso beperkt op het raadgevend referendum. Mm-hmm. Maar goed, dat het raadgevend is natuurlijk een minpunt. Bindend is vele malen beter. Maar tegelijkertijd hebben we gelukkig in Nederland wel vrij veel mogelijkheden om het referendum dan in te vullen zoals dat het beste is. Ja. En gebeurt het vaak dat bijvoorbeeld de gemeenteraad bij jullie, als er zo'n raadgevend referendum gehouden wordt, dat ze dat resultaat negeren? Ik vermoed dat ze het in de meeste gevallen toch wel involgen. Ja, dat idee heb ik ook. Er is ook onderzoek naar gedaan door een Nederlandse bestuurskundige, Koen van der Krieken. Mm-hmm. En die kwam op het resultaat dat de meeste referenda wel gerespecteerd werden. Ja. Oké. Dus ja, beter dat dan niks natuurlijk. Ja. dat klinkt heel pessimistisch, maar het is natuurlijk wel zo. Ja. Ja, het referendum zelf werd wel niet gerespecteerd door de Nederlandse regering. Hè? Dus daarom hebben ze het dan ook afgeschaft. Hè? Ja. Dus ja, dat klopt inderdaad. Landelijk zijn inderdaad de ervaringen toch een stuk negatiever op dat vlak. Mm-hmm. Nu was het referendum over het Oekraïne-verdrag wel natuurlijk wel enigszins anders. En, althans een ongebruikelijk soort voorstel. Want dit was natuurlijk wel een onderwerp dat voor het overgrote deel natuurlijk binnen de Europese bevoegdheden viel. En waarin de Nederlandse regering relatief weinig ruimte had. Mm-hmm. Maar dat maakt hoe men heeft opgetreden natuurlijk niet minder kwalijk. Nee, want als zij zeggen dat zij democratisch zijn in de Nederlandse regering, dan moeten ze wel naar het volk luisteren en niet naar Europa. Ja. Zeker niet naar de Europese Commissie. Dan kunnen zij toch nog altijd met dat referendumresultaat naar hun oversten gaan, alleen oversten of hun gelijken, en zeggen, ja, maar oké, goed, jullie hebben wel dat op die manier wettelijk gemaakt, maar wij kunnen ons daar moeilijk aan houden, want wij zijn een democratische natie. Het referendum is ingevoerd, dat is hetgeen dat de burgers willen. Zij hebben zo gestemd, dus het spijt ons naar jullie toe, maar wij moeten naar de mensen, naar de burgers luisteren in ons land. Ja, dat zou wel veel beter zijn geweest, maar het was tegelijkertijd ook al wel heel snel duidelijk in Nederland dat op ieder geval de grootste regeringspartij destijds, de VVD van Mark Rutte, dat hij eigenlijk ook helemaal geen trek had om het resultaat te respecteren. Ja, natuurlijk. Het is ook een partij die tegen het referendum was. Ja. Mm-hmm. En eigenlijk ook altijd, het altijd in het midden heeft gelaten of ze het resultaat überhaupt zouden opvolgen. Mm-hmm. In die zin was de rol van de andere regeringspartij, PvdA, dat is vergelijkbaar met jullie SPA, eigenlijk kwalijker. Want dat is een partij die wel eigenlijk jaar in, jaar uit zeg maar voor het referendum heeft gepleit. En ook expliciet heeft de belofte had gedaan dat ze de uitkomst zouden respecteren. Ja. Maar die belofte ging eigenlijk al een paar dagen nadat het referendum was gehouden alweer de prullenbak in. Mm-hmm. Dus toen in het debat dat na het referendum plaatsvond, is er een motie ingediend die eigenlijk de strekking had dat de regering de uitkomst moest respecteren en dus het verdrag niet moest ratificeren. Mm-hmm. En toen hebben VVD en PvdA die hebben dus tegen die motie gestemd. Ondanks de eerdere belofte van de PvdA. Amai. Ja. En Ullengren, of hoe noemt ze, welke partij zit die? Ollengren. Ja, dat is, ja. Ja, dat is de minister van Binnenlandse Zaken van Nederland. Ja. En ook degene die het referendum heeft afgeschaft. Ja. En die zit bij de partij D66. En dat is, het kan eigenlijk niet erger. Dat is de partij die opgericht is voor democratische vernieuwing. Ja. In hun statuten staat ook nog altijd dat ze hun belangrijkste doel is de radicale democratisering van de politiek en van de samenleving als geheel. En vervolgens hebben ze het referendum afgeschaft. Maar ja, zij waren er natuurlijk voor ook, hè, want ze gingen dat steunen toch? Ze hebben daar aanvankelijk... Ja, D66 of niet? Die hebben inderdaad voorgestemd voor de afschaffing van het referendum. Ja, maar eerst waren ze voor de implementatie van het referendum. Een decennium daarvoor. Ze hebben
eigenlijk altijd gestreden voor het referendum. Dat moet je ze wel nageven. Het is een partij, ondanks dat ze verweven raakte met de instituties, die tot een paar jaar terug wel echt altijd gestreden heeft, in de regering ook, voor de gekozen burgemeester, voor de invoering van het referendum. Tot inderdaad, tot dit kabinet. Kennelijk was de uitslag bij het referendum over het Oekraïne-verdrag erg zuur voor hun. Want het is ook een erg pro-Europese partij. En toen zijn ze inderdaad in de regeringsformatie akkoord gegaan met de afschaffing van het referendum. Ja. Ja. Denkt u persoonlijk dat er beïnvloeding is vanuit Europa? Ik denk wel dat er inderdaad wat druk is uitgeoefend op de Nederlandse regering. Ja. Om die om de referendumwet in te trekken. Ja. Ja, ik denk dat ik daar geen tekeningske rond moet maken. Nee. Nou ja, als minister van Binnenlandse Zaken zit je daar in de Europese Raad. Natuurlijk, en spreekt je met andere ministers van Binnenlandse Zaken, met andere landen. Ja, tuurlijk. En je zit er met Verhofstadt ook. En hij is een keer naar Washington gedaan en het was allemaal gedaan. Ja, maar nee. Maar ja, goed, kijk, Bernard schrijft daar, hè. Is de job als politicus niet te hectisch om als bewuste mens in de wereld te staan? Ik denk dat er veel waarheid in zit. Hoor. Ja, maar de hectisch vraag is... en ook al die belangen waar je in geprangd zit en zo. Ja, nu is een politieker, nu wordt dat als een job beschouwd, maar eigenlijk is het geen een job indien dat de burgers zouden kunnen beslissen. Hè? Ah nee, natuurlijk. Voilà. Ja. Dus dan precies. Maar nu kunnen dat inderdaad op die manier beschouwen. Ze hebben veel te veel belangen. Hè? Eigen belang, partijbelang, Europese belang. Misschien dan Thijs en Caroline. Hoe is dat het verschil tussen een job bij de Zwitserse politici en in België en Nederland? Nou ja, wat een van de verschillen natuurlijk wel is dat Zwitserland... is in tegenstelling tot de meeste andere parlementen, is het zeg maar een part-time functie. Dan sta je inderdaad inherent ook al meer in de samenleving. Dus in een zekere zin ook vergelijkbaar met hoe dat op lokaal niveau is in veel landen, waaronder Nederland. Ja. Mm-hmm. En wat natuurlijk ook een heel groot verschil is, is dat door het referendum dat in Zwitserland gehouden wordt, dat politici gewoon per definitie... of ze dat nou willen of niet, gedwongen zijn en verplicht zijn om voortdurend in zaaltjes het contact met burgers te zoeken. En het onderzoek van Zwitserland, in Zwitserland blijkt ook dat in kantons waarbij het referendum een grotere rol speelt, dat de opvattingen van politici ook meer overeenkomen met de opvattingen van burgers. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Caroline, heb jij daar... Die hebben ook het rotatiesysteem. Hè. Dus de regering, de president in Zwitserland, die blijft altijd maar 1 jaar aan en dan komt de volgende persoon in de regering aan de beurt. Ja. En ik denk, maar dat heeft Thijs eigenlijk ook al gezegd, wat ook heel belangrijk is, in Zwitserland wordt ook over financiële zaken bijvoorbeeld gestemd en dan kun je als politicus niks anders doen. Je moet in discussie en in debat gaan met de mensen. Dat is natuurlijk een veel stabieler systeem. En je ziet ook dat de mensen in Zwitserland ook veel gelukkiger zijn met het politieke systeem dan in België of in Nederland. En dat er veel meer vertrouwen is. Tuurlijk. Voilà. Bedankt voor de toelichting. Nog een vraagje. Van in het begin zei ik tegen jou, Thijs, dat het... De indruk is dat Nederland het veel beter doet. Maar dan zei nee, dat is niet waar. Maar ik ga er toch vanuit dat België het toch slechter doet. Want hier is 1/4 van de uitvoerende macht gewoonweg niet verkozen. Ja, met deze regering, amai. Ja. En de Vivaldi-regering is geen afspiegelingsregering van de gemeenschappen. Ik denk dat... eigenlijk niet heel veel anders is in Nederland. Is het waar? Oh. Ik heb het natuurlijk niet nageteld. Maar ook in Nederland komt een groot deel van de ministers van buiten de politiek. Of althans, is niet verkozen. Het zou misschien wel juist goed zijn als we meer naar een zakenkabinet zouden gaan. Dus met mensen die op basis van hun capaciteiten worden gekozen in plaats van de partijkleur. Maar wat ik eigenlijk bedoelde was dat er veel ministers zijn
die niet gekozen zijn. Eerder kwam Ollongren ter sprake. Dat is een voorbeeld van een minister die nog nooit in haar leven verkozen is voor een politieke functie. Ja, ondanks dat ze wel verschillende politieke functies bekleed heeft. Ja. En even kijken, het andere punt dat je noemde was... van dat het geen afspiegeling was van de samenleving, toch? Ja. Omdat de huidige Belgische regering geen meerderheid heeft van de Vlaamse kiezers. Nee. Kijk, in Nederland hebben we natuurlijk niet het onderscheid regio in die zin. Maar je zou natuurlijk wel naar andere onderscheiden kunnen kijken. Bijvoorbeeld steunt een meerderheid van zowel de hogere als de lager opgeleide de regering. En in die zin zie je wel iets vergelijkbaars in Nederland. Dat de regering toch grotendeels gestoeld is op de hoger opgeleide kiezers. En niet op die van lager opgeleide kiezers. En dat lijkt mij persoonlijk een hele kwalijke zaak. Gezien opleidingsniveau natuurlijk op heel veel aspecten van je leven doorwerkt. Mm-hmm. En je daarom ook andere belangen hebt. En beleid ook anders uitwerkt op je. Maar dat is hier ook zo. Het is toch 1-0 zelf voor Nederland. het is eigenlijk wel grappig dat jullie inderdaad steeds betogen van dat België slecht scoort en ik het tegenovergestelde. Dat heb ik al vaak gehoord. Ja. Ja. Maar jullie blijven de rode duivels, hoor. Ja, ik wil ze gerust ruilen, hoor. Maar ja, ik ben dus geen voetballiefhebber, dus voor alle duidelijkheid. Ja, het was duidelijk. Goed, wat denkt u mensen? We hadden eigenlijk al even laten horen dat we misschien anderhalf uur genoeg vonden. Maar kijk, nu zitten we alweer aan 2 uur. Oh ja, sorry daarvoor. Als het interessant is, gaan we toch niet naar huis. Nee, maar goed. We willen dus niemand ophouden. Maar wat denk je als we misschien hier zouden kunnen? Ja. Toch? Dat vond het heel mooie zaken te zijn op het einde. Mm-hmm. Ja. Interessante zaken. Oké, Thijs, heel hartelijk bedankt. Ja. Heb je een aankondiging, Guido? Voor volgende keren? Inderdaad, over 14 dagen hebben we nog een webinar dus met de politicologe die we al gehad hebben. Dat is Clara Egger. Die deze keer het Zwitserse systeem even meer van nabij gaat bekijken. Ah, ja. Ja, goed. En Caroline ook? Gaat ook Caroline? Ja, en Caroline dus zal dan over een maand. Hè, dus, inderdaad, over een maand. Ook over Democracy International. Ja, dat nee, dat zal eerder over het fenomeen loting zijn. Ah ja. En dat zal dan in samenwerking zijn met mensen uit Brussel. Van Agora, die daar al heel wat ervaring mee hebben. En ook iemand die dan verbonden is met Oost-België. Dus waar ze inderdaad al een soort geloot parlement hebben. Dan 3 sprekers. Een soort van derde kamer hebben die. Voilà, kijk, zie. Okay. Ja, dat zouden 3 en misschien zelfs, 3 sprekers, misschien zelfs 4. Want ik ga Pepijn ook eens vragen van Agora en we zien wel, het wordt alleszins meer dan 1 spreker, ja. Mooi. Goed, oké. Okay. Goed. Ja, Thijs, bedankt. Bedankt, allemaal. En al allemaal. Ja, ja, bedankt. Iedereen. Of dat u erbij was. Goeienacht. Dag. Fijne avond allemaal.